Dit was veranderd. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslist hier voor Bianca een indicatiebesluit aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Zo'n besluit was nodig om goede zorg te kunnen blijven leveren en deze zorg betaald te krijgen. De indicatiecommissie zou dan beslissen of Betsy en de psycholoog Walter, die Bianca altijd doorverwijst, en Kees, de psychiater, die eigenlijk nooit in strijd had, en de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Klaas-Jan, die altijd zei dat Bianca het allemaal zelf deed, haar moesten blijven behandelen. Het was best wel belangrijk werk. Bianca's hele systeem is ingericht op de directe behoeftebevrediging, schreef ze in de brief naar de indicatiecommissie. Juist toen Betsy de opzomming van de lange lijst van diagnoses uittypte, ging de telefoon. Het was Bianca. Ik kan het leven niet meer aan, Betsy, zei ze. Ik heb wat gegevens van je nodig, Bianca. Ik moet een indicatiebesluit aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Het betreft persoonsgegevens en gegevens over de zorg die wij je leveren. Uiteraard zullen de regels aangaande de bewaking van je privacy hier bij je nacht worden genomen. Op het bureau lag een briefje van Kees de psychiater. Bianca was gisteren een geval van borderline. Fuck met het indicatiebesluit, Betsy. Ik kan het leven niet meer aan. We moeten de zorg betaald krijgen, Bianca. Ze zinderde even wegens het taalgebruik dat ze zich tijdens het gesprek liet ontvallen. En Betsy was blij dat ze onlangs een olijfboom had laten planten. Klopt het dat je eigenlijk een verwend nest bent? Vroeg ze dapper. De draad naar de telefoon zwol op en maakte vreemde klonkers. Er kwam een kink in de kabel. De verbinding kon de woordenschat van Bianca even niet aan. Het maakte een einde aan het gesprek. Ze doet het allemaal zelf, zei Klaas-Jan, de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige die juist dat bureau was binnenkomen wandelen. Klaas-Jan leek wel aardig. Wat hij zelf deed was niet echt helder. Toch zag hij er niet uit of hij in drugs handelde of zo. Hij drukte Betsy op het hart om vooral de diagnoses van Kees nauwkeurig te noteren. Het is een promotieonderzoek, zei Klaas-Jan. Hij doet een dubbelblind onderzoek naar de relatie tussen gemoedstoestand en de diagnose. Daarnaast prikt hij blindelings in het diagnostisch systeem DSM-4 handboek om te kijken of er ook een overlap zit in de uitkomst of dat er mooie patronen in de diagnostiek zijn te herkennen. Je voorgangster gooide net met de pet naar Betsy, zei Klaas-Jan. Dat kun je veel beter noteren. Betsy klonk van trots. Daarnaast kwam ze veel meer van Klaas-Jan te weten. Hij sportte graag en zijn zoon was kampioen. Beweging is goed tegen depressies, zei hij. Je moet eens een dagje met Bianca naar de sportschool gaan als Kees gerapporteerd heeft dat ze het niet meer zo ziet zitten. Op bijna elke psychose volgt een depressie. Geheim dat ze die ook krijgt. We hebben het hele handboek DSM-4 nog lang niet doorgewerkt. De secretaris van Kees bracht een briefje. Voorlopig is Bianca schizoaffectief. Frits heeft me laten stikken, Betsy. Ja, zei Betsy. Ik vermoord hem. Er zat een onaangename ruis op de lijn en Betsy vroeg zich af of de olijfboom was aangeslagen en voldoende water had gekregen. Ja, zei Betsy. Weet je niks anders te zeggen dan ja, Betsy? Frits heeft me laten stikken. Ik zit er totaal doorheen. Betsy glimlachte en aarzelde even. Je doet het allemaal zelf, Bianca. Het team heeft besloten dat ik je moet aanmelden voor het kaartclubje van het inloophuis. Het is goed voor je structuur. De lijn kraakte en een onduidelijke vloek ontsnapte uit de hoorn. Ik moet opgenomen worden, Betsy. Bianca, ik heb zojuist van Kees doorgekregen dat je vandaag kampt met verslavingsproblematiek. Je moet de dank laten staan. Op het bureau lag een briefje van Kees. Vandaag kampt Bianca met verslavingsproblematiek. De laders van het bureau rammelden even en een duidelijke vloek sneed de verbinding door. Betsy zette zich aan het werk. Beste Jolanda van het inloophuis, schreef ze. Ik wil Bianca aanmelden voor het kaartclubje. Het klem vragen die om haar niet te schorsen bij mond gedragen. Ze heeft het moeilijk. Vandaag kampt ze met verslavingsproblematiek. Gisteren was ze voorlopig schizoaffectief. En morgen, dat weet ik nog niet. Ze is zo onvoorspelbaar. Ik zou Bianca wel willen helpen, maar ik kan het niet, zei Walter de psycholoog ernstig. Het probleem zit me hierin dat Bianca zich alles in het onderbewustzijn afspeelt en mijn specialisatie ligt juist op het terrein van bewustzijnsprocessen. Ik moet daar wat door verwijzen. Walter zat er zichtbaar mee en Betsy knikte begrijpend. Nieuwsgierig vroeg ze, is het dan niet bewust te maken? De maakbaarheid van de mensen in de maatschappij, Betsy, dat zijn verouderde opvattingen. Daarom loopt Bianca ook altijd tegen dezelfde dingen aan. Ik voorspel je dat er een tijd komt
dat Kees constateert dat Bianca aan Alzheimer leidt. Is het ook niet bewust te maken met 1000-jarige olijfolie? Vroeg Betsy hoopvol. Nooit olie gebruiken, zei Walter Wijs. Krakende wagens lopen het langst. Ze experimenteren tegenwoordig met visolie. Wat daar allemaal niet van loskomt, we zouden overuren moeten draaien. De hoorn van de telefoon maakte rare sprongetjes. Walter drukte de toets in van, er zijn nog vier wachtende voor u en koos voor een melancholische melodie die de bellen te horen zou krijgen. Het moest ongetwijfeld Bianca zijn. Mag ik het briefje van die naar Jolanda even lezen, vroeg hij. Je kunt het best, liet hij zich ontvallen. En hij merkte ook dat Bianca hoogstwaarschijnlijk morgen niet in het handboek DSM-4 voorkwam en dat ze maar eens aan behandelmethodes moesten gaan werken speciaal op haar toegesneden. Betsy nam de telefoon op. Frits deugt niet. Hij heeft een ander. Ik red het niet, Betsy. Het team heeft besloten dat je het best kunt, Bianca. Krakende wagens lopen het langst. Ik heb je zojuist aangemeld bij het kaartclubje van het Engelbuis. Zal ik een pasje voor je aanvragen? Stuur dan een pasfoto. En eet vandaag vooral geen vis. Ik krijg geen hart om mijn keel, Betsy. Gelukkig, zei Betsy opgelucht. Nog maar een hoofdstukje. Een hoofdstukje, ja.